Ik vind dit echt heel spannend. Ik heb een beetje stress. Hallo iedereen, mijn naam is Lauren en ik ben 23 jaar. Ik werk momenteel binnen de art department van film. Dat zijn de mensen die de set ontwerpen voor alle grote films die dat je momenteel in de cinema gaat kijken. Ik ken Florent of Crossplay van YouTube. We hebben elkaar eigenlijk nog nooit persoonlijk ontmoet of echt in persoon. Maar ik ben er zeker van dat dat nog wel gaat gebeuren, ook met een groep met andere mensen. Dit gaat echt heel raar klinken, maar ik wou als kindje graag advocaat worden. Ja, dat is zoiets raar om als kind te willen eigenlijk. Ik geloofde gewoon heel erg in rechtvaardigheid voor mensen. Archeoloog lijkt mij ook superleuk. Lijkt me nog altijd supercool eigenlijk. Ja, ik wou eigenlijk ook wel schrijfster worden, nu dat ik erover nadenk. Ik wou schrijfster worden van kinderboeken of jeugdboeken. Een droom die ik nog altijd heel graag zou willen vervullen. Aan deze zaken hecht ik veel belang. Ik hecht persoonlijk heel veel belang aan trouw te zijn binnen relaties of vriendschappen. Ik geloof ook heel erg in eco-vriendelijke dingen en zo. Dus uiteraard vind ik dat ook best wel belangrijk. Over het algemeen heb ik eigenlijk niet zo heel veel spijt. Je kunt toch nooit teruggaan naar het verleden, dus je kunt evengoed gewoon vooruit blijven gaan. Als ik toch iets moet kiezen, dan zal ik toch moeten gaan voor het feit dat ik geen grote wereldreis zeg maar heb gemaakt, of geen grote reis. Ik ben eigenlijk gewoon direct, zoals de meeste mensen denk ik wel, van school eigenlijk naar de unif gegaan. Het is er ook nooit van gekomen, dus het staat nog altijd wel op mijn lijst. Maar van uitstel komt ook geen afstel, dus ik ben er zeker van dat dat nog wel gaat gebeuren. Het meest gênante moment van mijn leven. Ah, shit. Ik was op een zomerkamp van Kazoo of zo, denk ik. En we gingen op zo'n zipline. En ik moest keidring een pipi doen. En ja, het was mijn beurt om op de zipline te gaan. En ineens kon ik het niet meer inhouden. En terwijl dat ik met de zipline voorbij al mijn vrienden van op kamp ging, liep het er gewoon uit. En het was echt gewoon zo'n waterval die mij volgde. Met de zipline naar beneden. Dan het tweede gênante verhaal is eigenlijk meer een exclusief verhaal van in de filmindustrie. Maar ik was uitgenodigd door een vriend van mij om mee naar een evenement te gaan van de Academy. Dus dat zijn de mensen die de Oscars organiseren. Dat was een avond met Stuart Craig. Dat is dus ook de setdesigner van Harry Potter, Tarzan. Ik was daar aangekomen en het begon al met dat ons gezegd was dat het een casual avond was. Dus we kwamen daar aan in jeansbroek. En ineens komen we daar binnen en zeggen ze, mag ik uw jas nemen? Iedereen was echt gekleed in, best wel chique kleren. Punt 1, dat was al vrij gênant. Dus we vielen op zich al best wel op. En toen we gingen zitten, waar ze ondertussen die man aan het interviewen waren, ging mijn alarm af voor mijn pil, mijn conceptiepil. Ik begon te panikeren. Dus ik wou even naar het toilet gaan om even te kalmeren. Ik sta op en sta recht op de tenen van de vrouw naast mij. Nu, die vrouw was jammer genoeg ook de vrouw van de regisseur van Tarzan. Dus dat was ook wel... Ja, die avond ga ik zeker ook nooit meer vergeten. Wat is iets dat niet veel mensen over mij weten? Ik weet niet of jullie dit weten, maar ik heb 5 jaar lang geschermd. En ik zou het zo opnieuw doen. Echt favoriete sport ooit. Dingen waar ik het liefst mijn geld aan uitgeef. Ik geef volgens mij het meeste van mijn geld uit aan boeken. Ik geef ook heel veel geld uit aan elektronisch schrijven eigenlijk. Ik spendeer echt heel veel geld aan spelletjes omdat ik ook gewoon gameplays maak op mijn Engels YouTube kanaal. Oeps. Hoe de quarantaine tot nu toe heb ervaren. Man. De quarantaine is eigenlijk best wel heavy geweest. Ik kon mijn familie natuurlijk niet zien, want ik woon in Engeland. Dus ik ben eigenlijk 3 maanden bij mijn vriend en zijn familie gaan inwonen. Maar ik heb uiteindelijk na 6 maanden mijn familie niet te kunnen zien, ben ik uiteindelijk toch terug kunnen reizen naar België om ze toch te zien. Dus op zich valt dat allemaal terug wel wat mee. Bon, volgende vraag. Hoe ziet het ideale leven voor mij eruit? Wauw, oké, we kunnen beginnen dromen. 100% dat mijn carrière echt fantastisch zou zijn. Ik ben een heel ambitieus persoon. Binnen x aantal jaar zou ik graag zelf production designer willen zijn, dus eigenlijk aan het hoofd van set design staan. Dat zien we sowieso 1 punt. Ik zou graag ook gewoon een leuk huisje hebben met mijn man dan. Kindjes, uiteraard, misschien 2. Gewoon genieten van het leven eigenlijk. Gewoon kunnen reizen. En
ik zou ook gewoon graag mijn boeken in boekenwinkels zien staan. Dat is ook wel iets dat ik echt wel heel leuk zou vinden. Dus ja. Dingen waar ik liever meer over zou willen weten. Ik zou super graag veel meer weten over de ruimte en wetenschap. Ik weet niet, dat is zo interessant en ik wou eigenlijk dat ik gewoon veel meer had opgelet in mijn fysica-lessen en zo. Ik vind wetenschappen gewoon zo interessant. Ik zou er gewoon eigenlijk veel meer tijd aan moeten besteden eigenlijk, om daar wat meer boeken over te lezen. Dus. Maar ik ga het zeker doen. Beloofd. De persoon naar wie ik het meest opkijk. Dit gaat heel cliché klinken, maar ik kijk wel heel erg op naar mijn mama. Mijn mama is een heel sterke vrouw die 100% in haar schoenen staat. Mijn mama is echt een heel sociaal persoon en hoe dat die dat doet, snap ik ook niet. Maar ik zou in elk geval heel graag wel zoals mijn mama willen zijn. Oké, het einde. Een tip van u, nog een leuk weetje voor de kijker. Heel veel mensen vragen me altijd hoe ik in godsnaam altijd zo productief bezig ben. Dus mannetjes, er is een quote die dat volledig mijn leven veranderd heeft eigenlijk. En die gaat als volgt. What's holding you back? If you aren't happy, make a change. En het is volledig waar. Als je niet gelukkig bent, houdt echt niks u tegen om gewoon verandering in je leven te brengen. Als er iets is dat jij niet goed vindt, breng de verandering in. En blijven dromen en volgen dromen. 100% trek u niks aan van andere mensen. Dat is heel belangrijk. En ik ben echt heel cheesy bezig nu, maar het is wel zo. Bedankt voor het kijken iedereen. Abonneer zeker op Flora zijn kanaal of Crossplay zijn kanaal. En het zou natuurlijk ook fijn zijn moest je naar mijn kanaal komen kijken. Bedankt voor het kijken iedereen en tot de volgende. En dank je Flora om mij voor uw vriendenboekje uit te nodigen. Echt super bedankt. Ik vond het echt leuk om te doen. Allee, tot de volgende iedereen. Bye!